gaan luisteren naar beide trainers over dit duel. En allereerst het woord aan de trainer van FC Groningen, Danny Buijs. Ja, speciale wedstrijd voor mij, gezien mijn verleden bij deze club. Word je voor de wedstrijd enorm warm ontvangen. Door mensen die je nog kent vanuit je tijd hier, door supporters. Dus dat geeft je een goed gevoel. Maar uiteindelijk was ik hier gekomen om met 3 punten terug te gaan naar Groningen. Nou, dat hebben we niet gedaan, we hebben met 1-0 verloren. Dus dan zit je hier met een ongelooflijk rotgevoel. Ik vind dat we het een beetje onszelf ook hebben aangedaan. Uitvoerig gehad over de kwaliteiten van El Kayati. Is vaak betrokken bij de meeste aanvallen en dreiging van ADO. Of in zijn passing naar voren op de snelle jongens. Bekker, Hooi. Of in zijn creativiteit rond de 16 met steekballen of een schot op doel. Nou, daar ontstaan denk ik ook de 2 grootste kansen in de eerste helft uit voor ADO. Volgens mij was het eerst een omschakelmoment uit een corner van ons. Geweldige dieptebal van Nasser. 2-1 situatie. Daar redt Sergio ons nog. Of je kan ook zeggen, ADO speelde dat nog niet goed uit. En dan denk ik binnen het half uur geef hem te veel ruimte. Goede voorzet. En Hooi die de 1-0 maakt. Ja, en ik denk dat wij wel een aantal mogelijkheden hebben gehad om tot een kans te komen. Maar dat het met name niet goed genoeg was in de eindpaas. Kwam een paar keer goed door via de flanken. Dat de voorzet niet goed was. Terwijl er misschien wel mensen voor de goal waren. En tweede helft eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat ADO zeker 2 of 3 mogelijkheden gehad heeft om de tweede te maken. Waardoor misschien de wedstrijd wel beslist was geweest. Nu blijft het tot het eind dan nog spannend. En dan in de laatste minuut hebben wij nog een schietkans met Mimicevic. Die de keeper goed pakt. En gaan we met lege handen terug naar Groningen. Dat is pijnlijk. Dankjewel, Danny. Dan de trainer van ADO Den Haag, Fons Groenendijk. Ja, die zit hier natuurlijk met een veel beter gevoel. En dat heeft vooral te maken met de uitslag natuurlijk. En dat je met 1-0 wint. Een belangrijke wedstrijd. Er wordt wel eens heel raar naar mij gekeken als ik zeg dat wij met ADO niet zomaar even van Groningen winnen of 2 klassen beter zijn. Integendeel. Ik heb juist gewaarschuwd voor dit soort wedstrijden. Ik vind het hele moeilijke wedstrijden. En het is ook vanavond gebleken. Zeker niet onze beste wedstrijd. Ik denk dat de meest gelukkige ploeg heeft gewonnen uiteindelijk. En ik ben ook heel blij met die laatste redding van Indy. Die natuurlijk cruciaal is in de blessuretijd. Daar trekt hij de ploeg er doorheen. En dat is vooral voor hem ook fijn. Want hij heeft er ook wel een paar om zijn oren gehad dit seizoen. Dat weten we allemaal. En ik ben heel blij met de vechtlust. De inzet die er altijd is, maar zeker niet tevreden met het voetbal. Dat moet gewoon beter. We hebben momenten best wel mogelijkheden gehad om het beter uit te spelen. Groningen ging natuurlijk risico's nemen. Dan ligt er ruimte en dan moet je er meer gebruik van maken. Of beter gebruik van maken. Dat doen we nog niet. Maar ik moet wel zeggen dat het wel toch wel het tevreden gevoel overheerst. Omdat je nu weer 2 weken voor de boeg hebt. Tot de volgende wedstrijd. Dat is altijd heel lekker werken als je gewonnen hebt. Dus ik weet hoe dat voelt. En daar kunnen we weer het nodige in gaan doen. Richting VVV. We kunnen weer naar boven kijken. Het lijkt allemaal heel gewoon al inmiddels. We staan op de 7e plek. En dat was vorig jaar ook zo. Maar in alle eerlijkheid is het natuurlijk niet zo gewoon. En moeten we er gewoon echt van genieten bij ADO. Want ja, we krijgen het niet cadeau. En de jongens werken er hard voor. En ja, dat stemt mij wel tevreden. En dat het spel dan wat beter kan, oké, dat is zo. De waarde van Nasser wordt met de week groter, lijkt het wel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een speler. Danny kent hem natuurlijk als geen ander. Ja, het is, bij Vlagen is het geniaal. De passes buitenkant voet. Maar ook weer de assist met links na. Ik weet niet wat hij allemaal deed, maar hij kwam eruit in ieder geval. Maar het is wel zo dat hij in de rust al min of meer aangaf dat het niet meer ging. En we laten hem gewoon staan, omdat we weten dat bijna alles wel ook weer bij hem begint als het gaat om onze aanvallen. Dus ja, wel wat risico met hem genomen. Behoorlijk last van zijn rug. Maar het belang van deze speler, ja, daar hoef ik het niet eens meer over te hebben. Want sinds ik met hem werk, is dat zo. En kan ik er ook verschrikkelijk van genieten. Had je in de laatste minuut van de extra tijd zoiets van, het zal toch niet? Toen die schuiter minutenlang aan zijn oortje bleef luisteren. Ja, dat was weer zo'n momentje. Dat duurt dan 1,5 minuut. Ja, daar gaat de hartslag wel even omhoog. En ik denk als die op de stip was gegaan, dan was ik meteen naar binnen gelopen. Maar wat, ja, je kon de situatie, want daar zat je veel te ver van weg, niet beoordelen. Heb je het daarna al gezien of nog niet? Nee, ze gaan samen voor de bal.
Ik heb begrepen dat zowel de speler van Groningen als Tom allebei ook wel de bal raakten. En dat het een soort blok was, nou ja, waar beide dan voor de bal gaan. Maar ik heb er gisteren weer een op de stip zien gaan, dus ja, je weet het maar nooit. Danny, zie je nou nog aanknopingspunten of welke aanknopingspunten zie je vanavond om toch die boel weer vlot te trekken? Ja, zal sowieso wel moeten, Valentijn. Het is al vaak genoeg gezegd, we hebben een behoorlijk jonge ploeg. Ik denk dat je dat ook vandaag wel kan zien. Hè? Den Haag heeft gewoon een paar volwassen kerels die op het juiste moment een vrije trap uitlokken. Die op het juiste moment vol overtuiging een duel ingaan. Maar oké, we gaan die jongens weer helpen. Ik heb wel een ploeg gezien die wil knokken, die wil werken. En we gaan weer kijken naar naar de dingen die we moeten verbeteren. Zo simpel is het. Voor ons, je had het net over Groothuizen. Heb je ooit getwijfeld aan hem de afgelopen wedstrijden? Wij niet. Natuurlijk komt er wel het nodige over zijn jongen heen als je hier met 7-0 eraf gaat. Ja, we zijn eigenlijk heel rustig gebleven. Ik heb meteen gezegd na de wedstrijd dat geen enkel doelpunt van die 7 aan de keeper lag. Ja, dus dat duidelijk zijn. In het begin van de competitie kregen we er veel tegen. En de laatste 3 wedstrijden, waar toch Heerenveen uit bij zit, Vitesse uit en nu Groningen, ja, zijn het er maar 2. Dus wat dat betreft hebben we een stijgende lijn te pakken. En dat lag ook denk ik aan het centrum, wat vandaag duidelijk beter was dan de afgelopen weken. Ja. Wat heb je met Beugelsdijk, heb je daar nou nog mee onder tafel gezeten? Als je iedere wedstrijd natuurlijk geel pakt. Ja, nou, dat zijn wel echte gesprekken die wij voeren. Dat doe ik ook wel eens met de andere trainers of met Jeffrey erbij. Ja, natuurlijk praten we daarover, want hij is een van de spelers die natuurlijk zijn gedrag moet veranderen. Als het gaat om inderdaad de nieuwe richtlijnen, want je komt nergens mee weg. En dit zijn spelers in het verleden, ja, die namen wel eens wat mee hier en daar, maar dat kan niet meer. En dus ja, ik hoop dat ze deze lijn doortrekken, want vandaag vond ik zowel Tommy als Willy Kanon fair verdedigen en op de bal en geen tackles of gekkigheid. Dus vandaar dat ze vandaag ook met een clean sheet van het veld komen. Dus daar ben ik wel heel blij om voor die 2 ook vooral.